Stichting Verhalens is de initiatiefnemer van Namen en Nummers Breda. Een onlangs gestart kunstproject om de 110 Joodse Bredanaars te herdenken die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd uit de stad. Ik sprak er eerder deze week over met Jeroen Nuis en Karien van Vught. En eerder was er al een Tilburgse editie. Jeroen vertelt waarom het nu in Breda is. Ja, we willen eigenlijk in heel Brabant alle Joodse slachtoffers herdenken. Dat zijn er ruim 2000 geweest. Vorig jaar zijn we inderdaad in Tilburg begonnen. Gewoon praktisch omdat Karin daar woonde. En dit jaar in Breda omdat ik hier woon. En volgend jaar gaan we Eindhoven doen en het jaar daarna in Den Bosch. Nou, laten we dan maar even aan Karin vragen hoe dat vorig jaar verlopen is in Tilburg. Sloeg dat een beetje aan? Ja, er was veel belangstelling voor. We hadden genoeg mensen die de namen van de Tilburgse Joodse slachtoffers wilden adopteren. Dus we zagen al aankomen dat eigenlijk alle namen herdacht zouden worden en thuisgebracht op het plattegrond. En we hebben dat gedaan in het Spoorpark in Tilburg. En dat is een plek die door heel veel mensen bezocht wordt. Dus er was ook veel belangstelling voor het evenement terwijl we daarmee bezig waren in het park. Maar even een praktische vraag, hè? Want in Breda gaat het om ruim 100 Joodse slachtoffers. Het idee is natuurlijk dat je iemand adopteert. Maar stel nou dat er duizenden Bredanaars zijn die zeggen van nou, ik wil meedoen. Hoe doen we dat dan? Nou, mensen kunnen zich bij ons aanmelden en we gaan ook samen met de bewoners uit Breda gaan we een ritueel ontwikkelen om die slachtoffers symbolisch thuis te brengen. En we kunnen daar nog zoveel mensen en ideeën in gebruiken. Het is alleen maar fijn als het er zoveel zouden zijn. Want Jeroen, vertel eens, hoe zit het nou praktisch in elkaar, dat project? Je kunt een naam uitkiezen op onze website. Dan kun je zoeken van welke namen zijn er nog beschikbaar om te adopteren. Als je een naam hebt uitgekozen, dan kun je hier bij ons of bij de bibliotheek een houten plankje op komen halen. Je kan dan wat dingen uit gaan zoeken over die persoon die je wil herdenken. Dus wat voor beroep heeft hij gehad of die kinderen. En dat kun je dan ook verwerken in je naambordje. Je gaat dan op dat plankje een naambordje maken, mooi de naam erop schrijven, mooi versieren. En dan uiteindelijk op 28 augustus gaan we een herdenking organiseren in de Belkrum. Nee, niet in de Belkrum. Bij het station aan het eind van de Spelhuislaan. En daar gaan we een grote plattegrond neerleggen van Breda. En dan kunnen mensen hun bordje op die plattegrond neerleggen en zo de mensen op een symbolische manier weer thuis brengen. Ja, maar stel nou dat dat er heel veel mensen meedoen, dan maken ze toch allemaal hun eigen bordje. Dus dan heb je toch meer bordjes voor één persoon bijvoorbeeld. Nee. Als een naam weg is, er kunnen dus maar 110 bordjes voor Bredanaars gemaakt worden. Maar ze kunnen wel naar de herdenking komen en ze kunnen eventueel ook mensen van buiten Breda adopteren en daar een bordje voor maken. Dus als bijvoorbeeld in Zundert of in Oosterhout, of dat kan ook. En geven jullie dan nog een beetje instructies? Want ik zit meteen al een beetje te denken. Hoe lang blijven de bordjes liggen trouwens? De bordjes blijven één dag liggen. En we geven wel instructies. Ja, je kan op allerlei manieren een naambordje maken. Je kan, er zijn mensen die hebben het geborduurd. Je kan het met stiften, met verf, van alles. Volgens mij wil Karin nog iets aanvullen. We gaan ook een of twee keer een workshop organiseren. Waar we met mensen samen bordjes gaan maken. Maar waar we ook allerlei tips kunnen geven, materialen kunnen neerleggen. Waar mensen de bordjes mee kunnen versieren. En wat er in Tilburg gebeurde is dat er ook vriendengroepen of families samen bij elkaar op een dag. Ieder had dan een naam geadopteerd en dan gingen ze samen aan die bordjes werken. En het mooie is dat ze dan ook aan elkaar de verhalen over de levens achter die namen deelden. Ja, uiteindelijk kwamen ze dan met die verhalen ook naar het park toe. En dat maakt dat het heel veel mensen geraakt heeft. Ook al hebben ze niet altijd allemaal zelf een bordje gemaakt. En je kunt dat ook in een groeps- of familieverband doen. Nou is het natuurlijk een heel mooi idee om mensen te herdenken. Alleen, ik vind het zo jammer dat het dan maar één dag is. Het is één dag, maar je plaatst op de site van Namen en Nummers
waar jij een naam adopteert, daar maak je een pagina aan, waar je dan, als je het bordje gemaakt hebt, de foto van dat bordje op plaatst. En alles wat jij te weten bent gekomen over die persoon, kun je daar schrijven. Je kunt daar jouw ervaringen schrijven van wat je zoektocht is geweest of hoe je het gevonden hebt om dat te doen, maar ook wat je te weten bent gekomen. En dat blijft. Dus er ontstaat op den duur een site waar nu al duizenden namen op herdacht worden, maar er zijn 102.000 Joden uit Nederland vermoord. En dat blijft een monument wat jarenlang door iedereen weer te bezoeken is. Je zegt, of Jeroen zei dat, die bordjes worden gelegd op de wijken. Dan komt de plattegrond en dan moet je dat in de juiste wijk plaatsen. Is ook van de meeste mensen bekend op welk adres ze concreet wonen? Ja, er is, we doen nog wat aanvullend onderzoek, maar van de meeste mensen is dat bekend. Het laatste adres of het adres in Breda geweest is van die persoon. Dus die nummers in namen en nummers zijn vaak al bekend. Nou, ik vraag dat ook omdat er natuurlijk, dat is een heel landelijk of zelfs internationaal project, de struikelstenen, hè? De plaquettes voor de huizen waar Joden hebben gewoond, die ook weggevoerd zijn. Ik weet eigenlijk niet eens, hebben we dat ook in Breda, weet je dat? Ja, dat weet ik. Er zijn in Breda nog, in tegenstelling tot veel andere steden, nog helemaal geen struikelstenen gelegd. Dat wordt nu opgepakt door de gemeente. De mensen van het Stadsarchief zijn ermee bezig. En wij werken samen met hen op. Dus we zien ook dat het goed mogelijk zou kunnen zijn dat ons project van namen en nummers een opstap wordt voor de struikelstenen. Mensen gaan zich door namen en nummers verbinden aan namen, aan een plek, en zullen dan straks ook waarschijnlijk bereid zijn of het ook willen organiseren dat er op dat adres een struikelsteen gelegd gaat worden. Maar het Stadsarchief en de gemeente die zijn daar inmiddels nu in Breda ook mee bezig. Ja, dus dat is mooi dat het dan toch een aanzet geeft voor nog meer herdenking waarschijnlijk. Ja, het versterkt elkaar, hè? Dus het ene project kan een opstap zijn voor het andere, maar het andere maakt ook dat die namen nog langer blijven leven. Dan gaat het in Breda om 110 Joden, hè, die weggevoerd zijn. Nou vind ik dat moeilijk om dat te relateren. Is dat veel, weet je dat, Jeroen, vergeleken met andere Brabantse steden? Nou, de grote groep zat natuurlijk in Amsterdam. Verder is het zo dat in Den Bosch zijn er iets van 200, ik weet eigenlijk niet precies, maar in Den Bosch en Eindhoven zijn het er meer. Tilburg was net zoiets, was 140. Maar Breda zit wel bij de vier steden waar de meeste Joodse slachtoffers vandaan kwamen. En waar we het ook nog helemaal niet over gehad hebben, is die datum van 28 augustus. Dat wordt de dag van de herinnering, van het ritueel. Waarom die datum? Ik zou eerder denken aan 4 mei, 5 mei, iets rond die koers. Ja, we hebben in Brabant bewust gekozen voor om het niet aan het 4 mei herdenken te koppelen. Omdat in het zuiden van Nederland, onder de rivieren, er toch een andere situatie is geweest. En hier in Brabant hebben alle Joodse inwoners kregen op 27 of 26 augustus een oproep, een brief, waarin stond dat ze zich moesten melden op 28 augustus, veelal bij een station of een busstation. En dan stond er in die brief ook wat ze mee mochten nemen. En die brieven, die kennen we. En hier in Breda zit zelfs in het archief de originele van de briefjes waarmee gecontroleerd werd of mensen ook werkelijk zich aanmelden of dat ze die brief gekregen hadden. En dus 28 augustus was de dag hier in Breda ook dat ze zich op het op de Oude Vest moesten melden met hun spullen die ze mee mochten nemen. En van daaraf zijn ze weggevoerd. We hebben het vorig jaar op 3 september in Tilburg gedaan, omdat die datum toen beter uitkwam. En 3 september is de datum waarop veel van die weggevoerde Brabanders in Auschwitz of een van de andere kampen zijn vermoord.
Ja, want het woord wegvoeren is eigenlijk een beetje een eufemisme. Hè? Ik bedoel, wegvoeren kan ook nog betekenen dat je wel bent teruggekomen. Maar jullie doelen echt op de mensen die daarbij ook omgekomen zijn. Ja, dat klopt. Ze zijn van hieruit naar Westerbork vervoerd. En bijna de dag daarna al, of misschien dezelfde dag, moeten reizen naar de kampen. En vaak is dat dan Auschwitz of Sobibor. Nou zijn jullie vorige maand, in maart, is een beetje de start geweest van het project in Breda althans. Jeroen, is er al iets te zeggen over de belangstelling hiervoor? Ja, dat is wel grappig. Ik heb toevallig gisteren een oproepje gedaan voor iemand die ik zelf wil herdenken op Facebookgroep Oud Breda. En daar is ontzettend veel reactie op gekomen. Ook heel veel mensen zeggen, waarom zijn er nog geen struikelstenen? Nou, die heb ik ook kunnen vertellen dat dat eraan komt. En daar zijn iets van 60 reacties opgekomen van allemaal mensen die die man gekend hebben of die wisten waar de kinderen op school hadden gezeten. En ik ben zelfs nabestaanden op het spoor gekomen. Dus ja, dat werkt dan. Facebook werkt dan heel erg goed om met mensen in contact te komen die ook iets willen gaan doen. Ik heb net ook weer en kwam er een berichtje binnen van een vrouw die iets wil doen voor Isaac de Vries. Isaac de Vries, ja, uit het spoorpark. Dus ja, dat loopt heel goed. Ja, want ik moet eerlijk bekennen dat ik zo gauw, maar zo goed zit ik ook niet in de geschiedenis, geen enkele Joodse man of vrouw weet die omgekomen is en afkomstig is uit Breda. In Tilburg schiet direct de naam Helga Deen me te binnen, omdat zij natuurlijk dagboeken ook heeft nagelaten. Maar ik weet niet of dat in Breda ook het geval was, dat er misschien ja, inderdaad toch nog dagboeken of andere publicaties overgebleven zijn. Dat weet ik ook nog niet. Wij komen wel, zoal zoekend, komen we bijvoorbeeld de naam Haas tegen. De Haas, dus dat is een familie Haas. Hè? Ja. Een familie die hier veel gedaan heeft. Winkels had in manufacturen en dat soort dingen. Nou, dus komen we nu al verhalen over tegen. Dus ik denk dat het altijd, als je gaat zoeken, meer blijkt te zijn dan je weet. En ook dat je opeens ziet, oh, maar dat pand, daar heeft dus zo'n familie gewoond. En dat is een pand waar ik elke dag langs fiets. Dat is het mooie van dit project. Dat je gaat ervaren dat het in jouw stad zich heeft afgespeeld. En zoals Jeroen net vertelde, dat mensen ook gaan zeggen, maar ik heb gezien dat ze weg werden gevoerd. Ik wist dat ze weg moesten. Hè? Dus dat die verhalen er toch nog meer zijn dan dat je denkt. Ik wil nog één, ik heb nog één aanvulling. Je vroeg iets over beroemde Bredanaars. Het is zo dat Marga Minko hier in Breda heeft gewoond. Marga Minko, de schrijfster van Bittere Kruid, die heeft het overleefd. Haar ouders niet. Zij woonden in het Ginneke. En die kunnen dus ook herdacht worden. Dus het gaat echt de aanzet geven tot nog veel meer als het een beetje goed uitpakt. Ja, zeker, zeker. We hebben op het moment in de Lokhal in Tilburg een tentoonstelling over namen en nummers, zoals we het vorig jaar in Tilburg hebben gedaan. En ook daar merken we weer dat mensen daarop reageren, er komen verhalen door boven. We hebben daar alle naambordjes hangen die vorig jaar gemaakt zijn. Dus mochten mensen van hier zich afvragen van hoe ziet zo'n project eruit? Pak de trein, stap uit in Tilburg en loop de Lokhal binnen en dan kun je al heel veel zien. En dat zei Karien van Vught en ook Jeroen Nuis kwam in het gesprek aan bod. Wil je ook meedoen aan Namen en Nummers Breda door een gedenkbord te maken voor een van de omgekomen Joodse Bredanaars? Kijk dan even op de website www.verhalis voor verdere informatie.